helemaal alleen eventjes hier. Best wel kort, ja. De nieuwe mama. Hallo, goedemorgen vrijdag. Wacht even hoor. Eerst even een blik op het allermooiste, liefste mannetje. Dit moet je even zien. Wat is het toch weer een heerlijkerd. Hé? Oh, met je mooie pakje. Die je van Kirsten hebt gekregen, hè? Koekoek. Ja. Krijg je steeds meer verhalen. Oh yeah, Jax is 12 weken oud vandaag. Yeah, 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 yeah. Daar heeft mama zich heel erg op verheugd. Ja. Oh, heerlijk. Dan gaan we zo weer even een foto van maken, hè? Ja. Nou, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit is een vlog waarbij ik een beetje een soort van makeover bij mezelf ga doen. Daarom dacht ik, ik open hem gewoon even zo, hop, helemaal zonder make-up. Het is vandaag vrijdag. Morgen zaterdag ga ik naar de kapper. En de rest van het weekend wil ik eigenlijk een beetje in het thema doen van eens kijken wat ik kan doen om mezelf een beetje op te lappen. Ik heb heel erg veel dat op de momenten dat ik zit te editen, dat ik dus naar mezelf kijk. En de ene keer denk ik van, nou, gaat wel. Maar ook heel erg vaak denk ik echt van, nou, kom op, Dies. Nou, ik ben niet echt een onzeker persoon. Ik ben best wel zelfverzekerd. Ik ben tevreden met hoe ik eruit zie. Maar ik vind wel... je moet wel proberen om er een beetje frissig uit te blijven zien. En gewoon energiek. Dat vind ik belangrijk. Gewoon fris, energiek. Dit is gewoon een beetje zo van, ja, ik ben zwanger geweest. En eigenlijk sinds mijn zwangerschap heb ik hier gewoon echt helemaal niks meer aan gedaan. Nou, ik heb super dun haar van mezelf. Dus of er moeten extensions in. Nou, daar heb ik al eens eerder een video over geplaatst. Deze. Dat was de dag dat ik mijn extensions eruit ging halen. En toen heb ik eigenlijk mezelf gezworen om nooit meer extensions te nemen. Dus nee, er gaat gewoon weer een stukje af dat weer wat voller wordt. En ik ga weer voor iets lichters. En verder gaan jullie het allemaal wel zien in deze video wat ik ga doen. Om weer een beetje aandacht aan mezelf te besteden. En natuurlijk zal ik tussendoor ook genoeg aandacht besteden aan mijn mama dingen. Want hij roept mij nu alweer. Dus ik neem jullie mee in het volgende shot waar ik gewoon op weg ga naar de nieuwe mama 2.0. Let's go! Alright, daar zijn we dan. Zoals beloofd, bij een nieuwe look moet ook. Een nieuwe bril! Call me darling, you'll come running, say my name, but I'm... You tell me something sweet and loving, all in vain, 'cause I don't really care if all we ever do is talk of fame and how you think that I should change my name. Oh, I think you're insane. Dat was het. Ja, zo toch wel heel erg roze uit. Ik zie het leven weer door een roze bril. Mede dankzij deze Girls Perspectiver. Yeah! Oké, dus ik wil al heel lang die fans old school platforms. Maar ze waren dus uitverkocht bij de winkel waar ik net was. En nu wil ik ze nog liever. Waarom ga ik ook altijd zo laat naar zulke dingen kijken? Oh ja, omdat ik geen tijd had. Maar goed, we gaan even naar de volgende winkel kijken en anders wordt het gewoon online bestellen. Dit soort dingen kan ik dus niet tegen. Dan moet ik altijd weer naar binnen. Oh, I have to. Ik heb eventjes wat kleertjes weer bij de Hema gekocht. Och, och, och. Ik hou zo van de Hema voor babykleertjes. Deze heb ik bij Only gekocht. En een leuke broek bij Only gekocht. En deze, jawel. Tadaa. Tadaa. Bart heeft de spiegel opgehangen. Finally, hij hangt. En het hartje. Ja. Moest, voor mijn schatje. Het is niet echt mijn ding, maar... Nee, maar ik vind het gewoon leuk. Zo denken, wat hangt hier voor fles bij Jax? Maar dat is zijn medicijntje. Er zit een heel klein beetje van dat Floradix. Floradix, was dat dat? Nee, toch? Whatever, in ieder geval een heel klein beetje krijgt hij. Ongeveer de helft van wat er voorgeschreven is, maar...
zijn er niet zo'n fan van om het te geven, dus vandaar. Hallo, goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Ik heb er helemaal zin in, want ik ga straks naar de kapper. Eindelijk gaat mijn haar even een lekkere frisse wind krijgen. Dus ik ben eventjes alles in orde aan het maken. Want dat betekent natuurlijk dat Jax even alleen is met Bart. Jola die gaat straks naar de vader. Ik ben even het golfapparaat in orde aan het maken. Op batterijen werkt het, hè? Dus die moet ik niet vergeten te checken of dat wel allemaal werkt. Want anders heb ik straks misschien stuwing en dan doet het het niet. Dat is niet fijn, kan ik je vertellen. Ik ben niet heel erg van voorraadjes borstvoeding opbouwen. Dus ik heb eigenlijk niet zoveel. Dit is het enige wat nu is bewaard in de vriezer. En dat ga ik nu dus ontdooien voor strakjes. Zodat Bart dat vanmiddag kan geven. Dus ik ga Jola even laten aankleden. Het is nu 8:30. Dus die kan lekker een dagje met vader mee. En dan ga ik straks richting de kapsalon. Daar hebben we Jola. Onderweg naar Stephanie Bates. Die heeft een stoel bij Vrijhaar. En dat is hier op de nieuwe Passeerdersgracht. Oh, wat voel ik me vrij. Als een vogeltje. Ik loop gewoon alleen. Helemaal alleen. Eventjes hier. Lekker. Me time. Ja, ja. En daar is Stephanie, die gaat mijn haartjes doen. Hoi! Het is heel warm. Ja. En ik wilde juist heel erg cool weer. Het is echt veel frisser. Ja, echt frisser. Ik heb echt een frisse zomerse wind nodig in mijn haar. Kort te laag. Kijk, dan zou ik wel leeg doen als dit erbij zijn. Misschien net een beetje kort voor je, of niet? Best wel kort, ja. Dus dan gaat er dit ervan af. Dat is best een ding, denk ik. Ja. Dus ik zou hem dus iets langer aanhouden. Ja. Maar wat we wel kunnen doen, is dat we die lagen gewoon eigenlijk een beetje wat subtieler inknippen. Waardoor ze wel wat meer blenden. Waardoor ze er ook niet echt in zitten. Ja, want dan creëer je misschien toch nog een beetje iets meer volume. Dat ik dan nog een beetje kan veulen soms. Ik vind het wel heel tof. Als je zegt van nou, ik wil dit er wel van. Nou, we kunnen misschien even dit iets botten. Snel. Je moet echt wel even snel. Helaas, ja. Het is ook een beetje aan hoe het valt. Maar soms is het zo glad. En dan denk ik echt van, oh wat suf. Ja.
Ik doe het even snel, want mijn batterij is bijna al leeg. Dat is heel tof. Oh, ik ben zo blij hiermee. Hoe leuk is dit? Ach, ik voel me als nieuw. En mijn borst doet pijn, dus ik ga nu in de auto en afkoffen. Buisje hier. Moet ik zo nog even wegwerken, jongens. Oh. Nou, het zit alweer een stukje platter natuurlijk. Dan bij de kapper. Maar ik ben er super tevreden mee. Ik vind het echt zo leuk. Zo leuk. Zo leuk. En ik dacht, ik doe nu heel even snel een soort van mini shopblokje om te laten zien wat ik dus de afgelopen dagen heb gekocht voor deze mama makeover. Deze gekocht, dat hebben jullie natuurlijk gezien. Oh, zo blij mee. En ik heb verder dingetjes van United Wardrobe. Dus dat zijn natuurlijk enkele dingen. Oh nee, niet trouwens. Ik heb wel deze jurk. Die gaat super leuk. Bart die zegt, je hebt een schort gekocht. Oké, maar dit is dus zo'n rainbow dress. En hij zit hier en dan hier. En ik vind hem helemaal leuk. Ik heb hem op AliExpress besteld. Als je het linkje wilt zien, ik zal hem wel even hieronder inzetten. Hopelijk vergeet ik het niet. Deze heb ik op United Wardrobe besteld. Een leuk truitje. En die komt natuurlijk uit dit jaar. Dus daarom is het extra leuk. En ik dacht, het is wel leuk om te combineren. Hij is trouwens van de Zara. Ik weet niet van wanneer. Want United Wardrobe, deze ook op United Wardrobe. Superleuk rokje. Echt mega leuk. Die is van Boho. Deze heb ik gisteren bij Only gekocht. Dit kan je dus onder een shirtje of truitje doen. Dat is mega leuk. Echt wat voor mij. Echt. Maar ik vind het gewoon leuk. En deze had ik ook bij de Only gekocht. Gewoon een simpele zwarte flared. Waar ik heel erg van hou. Ik heb er nu ook zo één aan. Ik heb er dus nu twee. En ik hou ervan gewoon. Dit is echt een beetje ribbelstofje van Pieces. En dan deze. Die ik al zo lang wilde. Een flared luipaardbroek. Oh, oh, oh. Bart gaat dit niet leuk vinden dat ik dit heb. Deze heb ik op United Wardrobe van iemand gekocht. En hij zit trouwens goed. Ik heb hem al gepast. Kaartje zat er ook nog aan zelfs. Geen merk. Gewoon merkloos. Nou ja, het zal wel. Het is ook niet echt een super fijn stofje. Zo van, dat ademt lekker. Maar ja, hè. Ik ben er wel blij mee. Ik heb ook gewoon niet echt de tijd om te shoppen of zo. Ja, en mijn bril dan. Die is trouwens van Kylie Minogue van Specsavers. Ja. En verder, hier ga ik het even mee doen. Deze mommy makeover. Ik vind hem wel dik. Toch wel? Ja. Ik dacht, je gaat helemaal uit je dak als je dit ziet. Ja, het blijft wel een beetje Johnny-achtig. Nee, kid. Maar ja, als jij bent mogen gevoeliger dan ik. En als jij zegt... Gevoeliger, ja. Dit shirtje had ik trouwens ook nog bij United Wardrobe besteld. Die had ik nog niet laten zien. Oh, wat fijn. Girlboss. Heel fijn. Dat leren jasje eroverheen. Ja. Girlboss jasje. Ja. Heel vet. Dat is Sammy Hamill show. Bart zegt dat omdat dat jasje, dat lijkt een beetje op zo'n jasje wat Girlboss in de serie Girlboss draagt. Kennen jullie die serie? Oh, dat is echt mijn allerleukste serie ooit. Ik vind het zo jammer dat er maar één seizoen van is. Girlboss. Hele goede tip. Nou, ik kan wel zeggen dat dit een beetje de look is geworden. In ieder geval de look van vandaag. Ik ga dus nu naar een barbecue toe met vrienden. Dus ik vind dit wel leuk eventjes zo. Dit is mijn gedeelte. Healthy barbecue. Nou, ik ben weer thuis. Barbecue was voor even wel heel leuk. Maar ik kon er niet de hele tijd bij zijn. Ik was er eigenlijk niet helemaal bij. Want de barbecue was al afgelopen. Maar ik kwam nog even langs. En ik ben bij papa geweest. En daarom was ik niet bij de barbecue. Helaas. Pinakus. Later.
Hallo, goedemorgen zondag. Ik ben echt nog steeds super blij met mijn haar. Echt waar, zo'n stuk eraf en het is gewoon veel beter. Niet dat andere mensen het echt zien. Maar oké, okay, jammer dan. Het gaat gewoon wat ik er zelf op vind. En soms heb ik zelfs wel even zo'n momentje dat ik denk van nou, is dat ook nog wel gemogen. Nee, het is wel goed zo. Anyway, ik ga vandaag eventjes luiertaarten maken. En daar ga ik ook een video van maken. Dus dat zien jullie ergens anders. Bart en Jola die zijn eventjes naar de supermarkt voor broodjes. Want ik heb zo'n trek. En de rest van de dag gaat natuurlijk bestaan uit kroelen met Jax. Want Jax die is nu nog aan het slapen. En hij is zo lief de laatste dagen. Ik weet niet wat het is. Maar ik wil hem gewoon helemaal... Als hij slaapt, mis ik hem al. Als hij gewoon in zijn bedje ligt slapen, dan denk ik echt van... Nee, ik wil je gewoon alweer bij me. Jax, weer even oefenen. Goed hoor. Goed bezig, mannetje. Ja. Zo, vandaag eten we de leftover Chinees van gisteren. Papa's beurt vandaag. De draagdoek onder het mom van. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Hup, lopen blijven jij, Bart. Nee, niet springen, gewoon lopen. Springen? Lopen. Lopen, lopen. We hebben Disco Dip gehaald. Bij de ijskoman die voor de deur stond. Geef een dik ijsduimpje omhoog en abonneer je beneden. Doei! Thanks voor het kijken naar deze vlog. Dit was hem weer. Tot de volgende keer. Rock that joint.